je het vast wel herkent, dat je van die dagen hebt dat je wakker wordt en dat je denkt, nou, moi. En ja, dat kan natuurlijk. Maar wat als je de dag begint met dankbaarheid? En ik kan 3 dingetjes bijvoorbeeld opschrijven waar je dankbaar voor bent. Wat wel lukt, wat wel leuk is, wat je wel hebt. In plaats van te kijken naar wat er allemaal niet is, waar je nog niet bent, wat je allemaal nog niet bereikt hebt, wat er nog niet op je bankrekening staat, het energielevel wat je nog niet hebt, de klanten die je misschien nog niet hebt. Kijk naar wat er wel is. Er is ook altijd stiekem best wel veel wel. En als je dat in een journal schrijft, dan is het heel fijn, want dan heb je dat daar op papier staan. Maar ik heb een tip voor je die je instant meer energie gaat geven. En dat is de dankbaarheidspot. En ja, het idee is dat je dus opgekleurde briefjes opschrijft. Bijvoorbeeld per dag, nou, desnoods 1 ding of 2 dingen of 3 dingetjes waar je blij van wordt, waar je je rijk door voelt, waar je dankbaar voor bent. En die stop je in die pot. En binnen de kortste keren heb jij zichtbaar hoeveel mazzel je eigenlijk hebt en hoe leuk leven je eigenlijk hebt en wat er allemaal tof is aan jouw leven. En ja, dat is gewoon heel, heel erg fijn. En als je dan een keer een slechte dag hebt, kijk je naar die pot en denk je, nou, valt toch mee. En ja, dit werkt voor mij al 10 jaar. Ik ben hiermee begonnen toen ik in de rouw was, omdat mijn vriend was overleden. En ja, dat heeft mij enorm geholpen, want ik dacht eigenlijk dat er niet zo heel veel was om blij voor te zijn. Maar binnen een maand was die pot al bijna vol. En wat dan heel leuk is, is om dan aan het eind van het jaar, of als het snel gaat, aan het eind van de maand, dus te kijken wat erop staat op die briefjes. Wat dan die dingetjes zijn waar je dan dankbaar voor bent en blij voor bent. En daar gewoon eens even lekker bij stil te staan, dat is even heel goed te koesteren. Nou, ik koester deze pot in ieder geval heel erg. En ik koester de dingen waar ik dankbaar voor ben. En ja, wat is het effect daarvan? Ja, dat ik me veel rijker voel. Dat ik me veel blijer voel. Ook als ik dat niet altijd ben, dan voel ik me wel blijer door dit. Dus nou, misschien heb je er wat aan. Doe ermee wat je wil. Ik wens je sowieso een fijne dag. En ik hoop dat die pot van jou heel snel vol is. En dat je dan weer een nieuwe pot moet kopen. Je kan ze bij de Action kopen, dit voor weinig. En die gekleurde papiertjes, die hebben ze daar ook. Bij de HEMA. Zie maar. Het hoeft niet duur te zijn. In ieder geval. Dus ja. Nou, geniet van je dag. Geniet van alle mooie momenten die er zijn. En zet ze op gekleurde papiertjes. En tot de volgende keer. Ciao.